Ik ben Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ik denk, als we gaan kijken naar de provinciale en regionale agenda's, dat de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren zullen zijn de verandering op het gebied van de jeugdzorg, de invoering van de wet werk naar vermogen, wat een hele belangrijke taak voor de gemeente zal zijn, de uitbreiding van de wet maatschappelijke ondersteuning in die zin dat daar steeds grotere delen van de AWBZ in ondergebracht zullen worden, dus dat het ook steeds meer met zorg te maken gaat krijgen. En zeker ook dat er een scheiding zal gaan ontstaan tussen zorg en wonen. Dus dat mensen gewoon als huurders in de zorg zullen gaan optreden, met name in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat zijn denk ik een aantal van de belangrijkste veranderingen die we de komende 4 jaar zullen zien in het op en waar de gemeenten de belangrijkste uitvoerders van zullen zijn.